Welkom in Logistics Comptig. Dit is een site die onderdeel is van Kuhne & Nagel. Hier in Comptig beleveren wij een van de grootste retailers in België. Wij slaan hier de droge goederen op, de drinkslogistics, maar ook de retouren vanuit de winkels. Wij hebben sinds 2017 Toyota met het iSight Explorer pakket in gebruik. Wij huren daar ongeveer 170 trucks bij. Maar wat vooral ook voor ons belangrijk is, we hebben een business die zeer veel fluctuaties heeft, variabel is doorheen het jaar, maar ook doorheen de week. En wij gebruiken de informatie uit het iSight-systeem om ervoor te zorgen dat wij al onze toestellen evenredig gebruiken, zodat we de juiste bezettingsgraad krijgen. De basis van iSight is eigenlijk dat we specifieke chauffeurs of bestuurders kunnen linken aan specifieke toestellen. Hierdoor kunnen we doorheen het verloop van de dag eigenlijk hun inzet volgen, zowel van bestuurders als van toestel. En kunnen we ook bijvoorbeeld de schokken opvolgen die zij veroorzaken in het magazijn. Maandelijks maken wij een top 10 van de schokken die gebeurd zijn in onze magazijnen. Hierdoor kunnen wij specifiek naar deze medewerkers toe gaan en in gesprek gaan om te gaan kijken waarom dat zij deze schokken hebben opgelopen. De data laat ons toe om de shockwaardes en de grenswaarden periodiek te evalueren en bij te stellen op basis van ons magazijn en onze operaties. En hierdoor zetten wij in op een onbewust veiliger rijgedrag bij onze medewerkers. Bij de vraag naar extra toestellen vanuit de productie om bijvoorbeeld piekperiodes te overbruggen, valideren we eerst via iSight of de huidige vloot wel efficiënt benut wordt. Bijvoorbeeld door de analyse van de inzet van sommige toestellen hadden we gemerkt dat er geen correct gebruik was van de toestellen, waardoor we dan kunnen gaan zijn naar een optimalisatie van de vloot, wat natuurlijk geleid heeft naar een kostenbesparing op lange termijn. Een ander voorbeeld is de data die we uit iSight halen via het Battery Management System. Hierdoor hebben we gemerkt dat we eigenlijk een te groot aanbod hadden aan wisseltafels en wisselbatterijen. Deze zijn we dan gaan inkrimpen dankzij de data. En zo hebben we heel ons batterijenlokaal eigenlijk kunnen reorganiseren. Hieruit is ook gebleken dat bepaalde chauffeurs bijvoorbeeld bij het starten van hun shift verschillende toestellen gingen inloggen om na te gaan of ze een volle batterij hadden. Daardoor ontstond er tijdverlies. Vanuit veiligheidsoverwegingen hebben wij de mogelijkheid om in iSight verschillende bestuurdersprofielen te definiëren, waarbij we een onderscheid kunnen maken tussen bijvoorbeeld externe bestuurders of onze interne medewerkers. En kunnen we bepaalde factoren aanpassen, zoals bijvoorbeeld de snelheid of de acceleratiesnelheid. De pre-operational check passen wij periodiek aan op basis van de incidenten die er gebeurd zijn geweest binnenin onze magazijn. Ik zou iSight zeker aanbevelen aan de collega's in de sector, omdat het een tool is die heel veel informatie bevat en heel veel mogelijkheden en functionaliteiten heeft. En het is niet enkel voor operations of facilities, maar ook voor preventie, maar ook voor kwaliteit en voor finance is het een tool die zeker nuttig kan zijn. Bij einde maand kunnen we dan ook onmiddellijk de nodige data bezorgen aan de boekhouding omtrent de huur van zowel korte als lange termijn vloot en de schades. Het iSight-platform is intuïtief, goed gestructureerd, makkelijk in gebruik en vooral het exporteren van data verloopt heel vlot. Een tip die ik kan meegeven aan iSight-gebruikers is om het vooral te gebruiken. Experimenteer met de data die aanwezig is, zoek naar de functionaliteiten en pas het periodiek aan naar de noden van de operaties. En hoe meer je het gebruikt, hoe meer je eruit kan gaan halen.